kan niet aan de college toe voorbij gaan zonder een van de hoogtepunten te benoemen. Dat is toch wel het bezoek van Anouk geweest. Ik heb die uitzending vandaag nog eens teruggekeken. Jij was gewoon eigenlijk een beetje verliefd op haar. Ik was verliefd en opgelucht, want er gebeurde iets curieus. Jij kent Anouk ongetwijfeld veel beter dan ik. Ik had haar nooit ontmoet. Ze was hier al eens geweest. Klopt. Anouk is iemand die perfectionistisch is. En wat er gebeurde was, zij ging zingen. En er zat ergens een ruis of een brom in een kabel. En ze had besloten, ik ga pas die uitzending beginnen als dat is opgelost. En dat duurde vrij lang. En ik dacht op een gegeven moment, zou het nog wel doorgaan? Want die studenten stonden al een uur lang te wachten voor de ingang van het conservatorium hier in Amsterdam. En op een gegeven moment ging het door, dus ik was opgelucht. En toen bleek dat, ze had al gezegd, ik vind het helemaal niks. Ik hou niet van interviews, vind het vreselijk. Dat zei ze ook tijdens de opname. En op een gegeven moment gebeurde er iets raars, de oorbel viel eruit en ik zat water in dat glas te gooien. En toen bleek in een glas gin tonic. Zij had van de manager een glas gin tonic gekregen. Het was denk ik een uur of een, half, twee. En dat smiddags. En dat versoepelde de sfeer aanzienlijk nadat ik er ook eentje gekregen had. En plotseling ging het als vanzelfsprekend. En jullie hadden iets. Er was een klik. Het was heel mooi om te zien. Het was een hele mooie klik. Anouk was heel open. Ze was heel persoonlijk ook. Maar er was ook fysiek was er ook nog wel. Kijk goed naar jezelf. Vaak vraag jij dat toch aan het einde van je programma. Ja. Wat wil jij meegeven? Wat is het beste advies wat je kan geven aan studenten en mensen thuis? Dat vind ik zo'n woudvraag. Doe precies het tegenovergestelde. Gewoon gooi die masker op wanneer het nodig is. Imiteer zo goed als je kan. Hetgene wat je tof vindt, imiteer dat. Of hetzelfde, al dan niet beter. Stil. Jat. Ja, over lijken stappen. Dus er moet worden geneukt, wordt er geneukt. Nee, maar ik denk serieus. Ja, het is misschien. Maar ik kan niet zeggen. Kom, blijf bij jezelf. On your gut feel, gewoon doen wat jij moet doen. Dan komt alles goed. Dat is niet waar. Dan zou ik gewoon bullshit verkopen. Ik vind het heel stom dat ik dat zeg. Nee, ik vind het goed dat je de vraag ter discussie stelt. Maar daardoor blijkt ook dat het een goede vraag is. Want door je af te zetten tegen die vraag komt er een ander mooi antwoord. Wat je net gegeven hebt. Ja. Oh. Oké. Zo. See what you mean. Ja, hè? Ja. Maar het is mooi. Dat is een klik tussen de interview en de geïnterviewde. En dat zie je niet. Dingen moeten heel snel gaan. En we hebben een aantal van dit soort momenten gehad. Dit was super bijzonder. Voor mij ook. Ik dacht van dit wordt de moeilijkste sessie die ik ooit ga hebben. Want soms snelt een reputatie voor iemand uit. Dan wordt je verteld van dit wordt heel lastig. Forget it dat dit zomaar gaat gebeuren. En dat was bij Anouk ook. En als het dan wel gebeurt en je hebt een gewoon gesprek met de studenten erbij die goede vragen stellen, dan ben ik heel blij. Bovendien zong zij twee nummers na afloop die ik spectaculair mooi vond. En het is echt een verschil of je iemand op cd hoort of op een meter afstand live. En ja, ik was flabbergasted.